Goedemiddag, op dat eiland zitten we nu heel eventjes om daar eventjes mee te gaan beginnen. Weten jullie ergens waar we uithangen? Is natuurlijk hartstikke handig. Dus Smurfish, hou heel eventjes je mond dicht, want anders vergeet ik het dadelijk weer. En dan krijg ik weer allemaal reacties waarom dat we het niet gedaan hebben, maar we zitten niet in een dungeon. Dus wil je alsjeblieft heel eventjes je mond houden, dan zou ik heel erg blij. Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD! Yeah! In de vorige aflevering hebben we wat eilanden afgezocht en in deze aflevering gaan we daar gewoon vrolijk mee verder. Het houdt ook maar niet op. Dus laten we daar maar eens eventjes mee beginnen. Nou, dat we weten in welke aflevering dat we... Welke eiland dat we zitten. Er zit hier bij dit eiland... hoe zit dat? Oh ja, het was dat daar. Er zit hier dus zeg maar weer zo'n shiny thingamajing. En wil ik het nog heel eventjes hebben over de giveaway die wij dus zeg maar een zondag... tot daar dus zeg maar een giveaway voor gaat komen. Zondag, het gaat gewoon heel erg simpel. Likeje achterlaten, comment achterlaten en... dan krijg je dus zeg maar heel erg mooi, tot je dus deelnemer bent voor de giveaway van de Super Smash Dog Tag, zeg maar, dat je dan gratis en voor niks kreeg bij de pre-order. Het was alleen pre-order exclusief of je kon hem winnen bij First Look. Dus je kunt hem dus zeg maar nou winnen, of ja, krijgen bij, op die video een comment te laten. De winnaar die wil al gekozen worden op... Een week later, zondag de 26e uit het hoofd. In ieder geval, dit is Trace Charge 36 voor de mensen die dat willen volgen. Volgens mij was dit 200 rubies niet echt veel spectaculair. Nee, ik had gelijk, helaas, jammer genoeg. Maar goed, dit eiland daarentegen is weer wel heel erg spectaculair. En hier moeten we dus zeg maar heel erg voorzichtig gaan zijn. Want op dit eiland hebben we dus zeg maar heel erg veel vogeltjes. En die vogeltjes dit zijn nogal vervelend. Let ik even jullie, die vogeltjes zijn nogal vervelend. Er zit hier namelijk een deur. Die deur die zit op slot. En die deur die moet dus opengemaakt worden. Het enigste nadeel is met... Wacht, kan ik daar niet omhoog dan? Wacht eens eventjes. Just wait a darn minute. Volgens mij kan ik daar omhoog. Ik weet het niet zeker, maar... Ik ken hier omhoog inderdaad. Huh. Dat wist ik nog niet. Zo zie je maar weer. Zelfs ik... ontdek iedere keer iets nieuws. En niet dat er hier echt veel boeiends boven... Oh, het is alleen maar vanwege jou. Derf. Was niet nodig met vuurpijl, maar ik deed het lekker toch. Ha, 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 ha. Oké, nou wat je dus wilt doen is... Je ziet dus zeg maar allemaal van die rotvogels. En die willen we allemaal neerschieten. Nou ja, zoveel mogelijk daarvan. Want hier hebben we dus zeg maar weer een high pair voor nodig. Een high pair. Nou, mag ik even... Heb ik hem nog niet? Ja, nou heb ik hem wel. En hier moeten we dus zeg maar weer met een vogeltje gaan vliegen. En dan moeten we al die switches gaan raken. Het enige nadeel is word je door zo'n rotvogel hier geraakt. Ik ga gewoon proberen hier hem ook te raken. Word je dus door zo'n vogel geraakt, dan heb je dus het probleem dat je weer een high pair nodig hebt. En dat wil je gewoon niet. Dus volgens mij kan ik hem echt niet raken. Nee, volgens mij ben ik echt veel te ver weg. Nou, dan gaan we het maar gewoon proberen. Er zijn dus zeg maar op dit eiland heb je dus zeg maar verschillende plekjes zeg maar, waar dat een switch zit. En... zover ik weet, de enige manier om die deur open te maken is dus met zo'n hoi pair. Nou, dan gebruik je dus zo'n vogel. Zo'n vogel, daar wil je al die switches mee raken. Ik heb nog maar één hoi pair, dus ik hoop inderdaad dat ik niet te veel ga falen. En dat ik dus zeg maar helemaal out of my way moet om al die switches weer opnieuw te raken. Als ik me niet vergis, zijn er in totaal 6 switches. Die hebben we al geraakt met de pijl toevallig. Dat komt goed uit. Deze, daar hebben we ook nog geen problemen mee. Het beste wat je nou zou kunnen doen is gewoon hier eventjes terugvliegen. Want daar zit namelijk ook zo'n vogel te wachten. En daar helemaal boven ons zit een vogel rond te cirkelen. En die probeerde ik net dus zeg maar neer te schieten, maar dat lukte niet. Jammer genoeg. Maar dan kun je deze ook alvast even activeren. En dan heb je eigenlijk maar 2 vogeltjes achter je aan. En dan, of ja, 2 van die slechte vogeltjes achter je aan. Dus nou hoop ik... Ga weg. Dan kan ik die switch raken en dan ga ik jou negeren. Dan ga ik jou negeren, want wij moeten hier omhoog. Wij moeten hier omhoog. Ik moet daar... raak hem! Ah, ik heb hem niet geraakt. Ik heb hem niet geraakt. Ik heb hem niet geraakt. Oh, nee, 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 nee. Ah, nee! Nee! Nee, ik heb niet meer hyper. Nee! Oh, nee, nee, oh, ik ben zo terug. Waarom verkoop jij geen hypers? Waarom verkoop jij geen hypers? Prima. Prima. En dan zijn we hier weer terug om vogeltjes te schieten, want dat is oh zo leuk om te doen.
Oh. Echt, de volgende keer zorg ik gewoon dat ik een voorraadje van die hoi bears heb. Want echt, dit is zo vervelend. Heb ik hier? Nee. Dus we hebben per ongeluk die switch al geraakt. Nou, kijk of ik hem nou kan raken. Oh ja, da 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 da. Ik schiet zoveel pijlen naar je gezicht. Want door jou ben ik de vorige keer afgegaan en daar ben ik boos om. Dus daarom ga ik helemaal vol spazen met pijlen. Hoeveel pijlen heb ik nog? 35, 34, 10. Volgens mij heb ik daar binnen dadelijk ook nog een paar pijlen nodig. Dus ik ga ze niet allemaal verbrassen. Oké, dus dat. Goed, dan gaan we nog een keer. Hi, Pear. Ik zeg hi, Pear. Hoi, Pear. De ene keer werkt het wel, de andere keer niet. Het is echt heel vaak. Spel dat bepaalt gewoon van, ik heb er nou wel zin om het te doen, nou weer niet. Oké, nou, weten we dus. Als het goed is, staan ze nou nog allemaal. Even kijken, sta je uit? Ja, alles staat weer uit. Wat lief! Wat leuk! Kan ik al die stomme switches weer opnieuw gaan raken? Alleen maar omdat dit spel oh zo vriendelijk voor me is. Nou, omhoog. Om. Ik haat dit. Waarom hebben ze dit zo gemaakt? Oh, jij staat aan. Oké. Okay. Nou, voor jou hoeven we dan ons geen zorgen meer te maken. Het zijn alleen maar weer die twee. Zijn jij ook al aan? Zijn jij ook al aan? Nee? Nu wel. Oh, ik heb al zo'n beest achter me, hoor. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Ah! Ik heb nog twee hoipers. Gelukkig hoef ik nou alleen maar te focussen op degene die daarboven staat. Oh, ik haat het zo. Oké, okay, nou, nog een keer. Hyper to the max. Omhoog. Omhoog. Het is echt alleen nog maar die dan aangeactiveerd moet worden. En de vorige keer miste ik hem. Ja. Wacht nou maar heel eventjes met mij te zien, ja? Klik, klaar. Kost me 2 hoipers, 20 rubies. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Ik ben weg hier. Good night, everybody. Ik ben binnen. Oké, dus volgens mij is dit ook. Oh. Ik dacht dat je hier ook nog eens een keer een beat-em-up zou moeten doen. Dat je dus, zeg maar, verschillende vijanden zou moeten bestaan. Maar gelukkig is dat niet het geval. We krijgen hier een paar rubies weer. De 20 rubies die we verbrast hebben aan hoipers. Die de eerste winkel niet had. En de tweede winkel ook niet. En de derde winkel ook niet. En pas de vierde winkel waar ik binnenkwam. Tot die hem pas weer hebben. Ik heb er eentje laten zien omdat ik dat bij mij juist wel een leuk grapje. Maar dat maakt niet uit. Hebben we eindelijk dus, zeg maar, de hoipers. En nou kunnen we dus eindelijk de muziekdeuntje gaan doen. Waardoor dat we eindelijk het kitchen gaan krijgen. Waar waarschijnlijk dus geen treasure chart in zit. Of een triforce chart. Maar gewoon een treasure chart voor een triforce. Bla 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 bla. Goed. Fijn. Kistje. Geweldig. Ta da da da. Wauw, weer een kaart waar ik mij helemaal ervoor krom moet gaan betalen en alles. Volgens mij hadden ze in plaats van 8 kaarten, hadden ze nou maar 4 kaarten of zo. Dus even kijken. Dat kan ik trouwens eventjes hier zien. Ik heb treasure chart 2 hier. Ik heb hier 3. Dus ik heb nog in totaal de 3. Kan ik heel eventjes kijken. Ik kijk heel eventjes snel op de incredible chart. Zo te zien. Ja, 4 treasure charts zie ik hier staan. Oh nee, wacht. Meer. We hebben al 3 triforce dinges. 1, 2. En we hebben al 3 triforce charts. Dus hoe kom jij erbij tot wij dan... Die heb ik, die heb ik, die heb ik. Ah, er zijn er maar 3. Dus ze hebben gewoon 5 van die dingen. Ze hebben er gewoon weggehaald. Ah, nice. Ah, mij wil je niet klagen. Daar ben ik alleen maar blij om. Dus, het enige wat nog heel erg belangrijk is, is op dit moment de Ghost Ship Card. En die kunnen we op dit moment niet aan. Dus, dat is wel erg jammer. Goed, nou is het dus, zeg maar... Ik wil niet meer praten. Nou is het dus, zeg maar, nog een eiland hieronder. Dat is dus, zeg maar, nog onbekend. Maar dat is dus, zeg maar, een heel belangrijk eiland voor later. Dus wat ik nou ga doen is ik ga heel eventjes een liedje leren bij het eiland waar we naartoe moeten gaan. Dus ik neem jullie gewoon nog even mee naartoe. Nou, jullie zien waar dat we staan. Daaronder, dat is dus later een heel erg bekend eiland waar we dus naartoe moeten gaan. Maar we gaan nu eerst naar het eilandje hier naartoe bij Windfall. En dan gaan we 1 vakje naar boven toe. Ik weet het, er zijn nog steeds sidequests wat we gaan doen. Maar nu hebben we alweer een heleboel sidequests out of the way. En kunnen we dus eindelijk eventjes focussen op weer een beetje game story gebeuren. Wat heel erg fijn zou zijn, want echt serieus, deze sidequest die... Kom een beetje, zeg maar, na een tijdje word je er een beetje moe van, laten we heel eerlijk weten. Goed. La 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 la. En daar is het eiland waar we moeten gaan. Oké.
Nou, net zoals bij de Earth Temple is het hier dus precies hetzelfde gebeuren. Je moet zorgen dat je de ice en fire arrows hebt, waardoor dat je zeg maar naar een eilandje toe kan waar je een item kan vinden. Met dat item kun je dus zeg maar dan zeg maar bij de intree komen. Bij de intree leen een liedje, dan moet je dus zeg maar naar iemand met hetzelfde instrument, hetzelfde verhaal. Is echt twee keer eigenlijk exact hetzelfde wat je moet doen, maar het zijn gewoon twee verschillende tempels. Nou, hier zijn we dan eindelijk. De kaart die, ik hoef hem niet in te vullen, want hij is al ingevuld. Dat is alleen maar een voordeel. Dit is de windtempel en zo te zien is het behoorlijk winderig. Nou, wat je dan nodig hebt is heel erg simpel. Je hebt de Iron Boots nodig. Als je die aandoet, word je niet weggeblazen. Voor de rest heb je ook je hamertje nodig. Ik vind het wel leuk als je dan zo loopt echt zo van... It waait zo hard! En zelfs het gras dat beweegt mee met de wind. Wat hij ook al eigenlijk in de GameCube versie doet. Dus is echt niet echt spectaculair of iets in die trend. Nou, en als je dan hier naartoe gaat, dan heb je deze windbuil. En wat je wil doen, is gewoon heel erg simpel met de hamer er tegenaan slaan. En het doel. De eerste keer toen ik hier kwam, was ik zo slim. Echt, ik was zo slim. Hint, hint, sarcasme, sarcasme. Tot ik letterlijk en figuurlijk probeerde bommen erop te gooien. Omdat ik zag er een krekker zitten en ik dacht bij mijn eigen... Oh, dan moet je met bommen doen. Slim, hè? Maar goed, er komt dus weer een nieuw muziekje. Dus ik ben heel eventjes stil. Yeah! We hebben de Windgun Area geleerd! En dan komen er weer voice acting, want we krijgen de cutscene! Hallo! Hey, gast! Are you the new hero? I am Fardo of the Kokiri tribe. I know I appear to you as a child, but the eyes cannot deceive. I am a most esteemed sage. Yeah, so well. I've been praying here so the power to repel evil would continue to contain within the blade of the Master Sword. But I was attacked by the evil Ganondorf, and this is what happened to me. You wish to return the power to your blade, don't you? Uh-huh. In that case, look for the one who has the same entrance that I hold, and teach him the song you just played. Once you do, I'm certain the holder of the instrument will fill the blood of the sages with waking with his veins. The windwaker you hold as long as age conducts the sages when we played our song to call upon the gods. In those days, it was always the king who conducted for us. Please, tell the king that I will still play, even in the next world. Poof, en weg is hij. Geweldig. Dus op naar de king, eventjes zeggen dat hij nog steeds speelt in de volgende wereld. In wereld 2.1, weet ik veel. Klinkt een beetje raar als je dan zo erover gaat praten. Dat ik zelfs door zal spelen in de volgende wereld. Wat is dat voor logica van een broodje gezond verstand? Serieus. Maar goed, we weten inderdaad waar we zo'n instrument al eerder hebben gezien. Aangezien dat we hebben Riverdance gehad van onze favoriete boommensjes. Dus wij gaan op naar de grote Dekunootboom. Dekunoot. Sorry. Dus we gaan naar de Forest Haven. Ik weet niet waarom, maar... Elke keer als ik denk aan de Forest Haven, begin ik te denken aan Metal Gear. Ik vraag me eigenlijk niet waarom. Ja... Raar. Of wel met Haven, denk ik, of zo. Weet ik veel. Kan toch? Waarom ook niet? Maar goed, als je dus hier eenmaal aankomt... En je bent iets aan de stille kant... Dan wil ik trouwens één ding uitproberen. Gast, luister. Ik ben net helemaal de wereld en oceanen afgereisd voor een hyper. En nou verkoop je ze wel. Ik was hier eerder en je verkocht ze niet. Hoe durf je? Hoe durf je ze nou wel te verkopen? Ik wil er één. Just in case. Hey, ik heb 30 puntjes. Silver membership. A luxurious gift for all silver members. Oh, wat leuk. Oké, dus we krijgen dus een... Oké, ja, doei. Nou, ik wacht wel op die membership card. Dat is wel gaaf. Gaat de stuf, dan zeggen we nooit geen nee tegen. Aardig. Dus, nice. Nou, als je dus zeg maar hier naartoe komt, dan zie je dus zeg maar bij de waterval, zie je dus zeg maar muzieknootjes spelen. Die zien we daar. Dat is eigenlijk een stille hint van waar dat we naartoe willen gaan. Maar, voordat ik dat ga doen, jullie weten zeg maar dat ik grandmother soup heb. Maar ik heb nog steeds één empty bottle. Die empty bottle die wil ik met iets vullen. En dat kunnen we halen op dit eiland.
Aangezien dat dit nog steeds op hero mode gespeeld wordt, jullie kennen de drill ondertussen wel, vind ik het dus zeg maar heel erg belangrijk om er ook zeker voor te zorgen dat we genoeg healing items bij ons hebben. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk magie en dat we zeg maar onze health helemaal gevuld wordt, aangezien dat we nu zoveel hartjes hebben. Dus wat ik nou heel eventjes ga doen is ik ga eerst eventjes deze bananentong plant beesten. Echt serieus, hè. Door dit spel word je toch automatisch geen vegetariër meer? Of ligt dat nou aan mij? Ik bedoel, ik heb niks tegen vegetariërs, maar... Die planten willen je gewoon doodmaken. Hoe durven ze? Nou, Octoroks zijn hier niet meer te vinden. Dat is alleen maar gunstig. Ik wil heel eventjes langs die medicijnman. Om toch heel eventjes ervoor te zorgen dat we ook nog een paar blue potions hebben. Ik weet het, ik heb twee fairies. Twee fairies zijn een beetje lame. Eentje zou eigenlijk wel genoeg zijn. Dus ik hoop dat ik genoeg... Even kijken, hoeveel van die seeds... Oh, ik heb er zat. Dus dan doe ik heel eventjes zo. En dan doe ik heel eventjes een veetje. Doe ik ook eventjes leegmaken. Dus, laten we een veetje verpesten! Jij offert je leven op voor niks! Nou, dankjewel daarvoor. Of hij vliegt gewoon weg. Laten we gewoon maar de vriendelijke toepakken en denken tot wegvliegen. Laten we dat maar gewoon doen. Laten we daar nou maar gewoon denken, waarom ook niet. Waar is dat die tempel? De ding is ook alweer. Hoi boom, hoe gaat het ermee? Ziet er nog altijd even lelijk uit als altijd. Hoi. Hey, ik heb stuff voor je. Dus doe je eventjes twee keer je gekke dansje. Ja. Kun je eventjes je... Ja, je hebt er vier nodig. Kun je even je gekke dansje doen. Mag het ook wel wat sneller doen. Ja. Doe me een beetje denken aan de baas van Majora's Mask. Die komt dan de hele tijd aan met braadworst. Braadworst. Prattenworst, jij haartje paardje pa! Ik wil boerenkool! Ik wil. Oké, nou. Dan ga ik even de kijkers laten zien dat het ook 10 keer sneller kan. Nou ja, oké, 10 keer sneller is misschien een beetje overdreven. Maar let op, dit kan vele malen sneller. Ja, hij kan een potion maken. Moet je opletten hoe snel dat nu gaat. Zie, het hoeft niet altijd zo langzaam. Huppakee, twee blue potions. Eentje langzaam, eentje snel. Hartstikke leuk. Voor de mensen, ja, jullie weten het. Video editing. Heel erg simpel. Het is gewoon een standaard potje video editing. Maar, kom op, het had veel sneller gekund. Laten we eerlijk wezen. Waarom zou je elke keer die hele lange draaiing even moeten... Oh, wat leuke Force Fairy. Die in de HD-versie totaal zinloos is geworden. Ik kan blijven reetje, ik weet het. Sorry. Maar soms vind ik het gewoon kwetsend. Ik bedoel, de Forest Fairy die zo belangrijk was, dat hij helemaal geen liefde meer krijgt. Nou, oké. Wat nou dus even heel erg belangrijk is, is als je de map heel eventjes erbij haalt. Kun je dus eigenlijk een beetje zien, zeg maar, welke kant dat de windrichting op moet gaan. Nou, de windrichting moet naar het zuiden staan. En dat staat hij op dit moment ook. Want als wij dus, zeg maar, hier nou van de waterval afgaan. Willen we zorgen dat we aan deze kant komen. En op het moment dat we hier vallen... Wil je je Deku-lief gebruiken? En dan kom je in een secret cave. Deze secret cave is niet zo secret, want het is gewoon een van de normaalste plekjes ooit. En kijk, daar hebben we Makar. Ik weet niet meer welk stemmetje ik voor Makar had. Oh Stefan, I haven't seen you in quite some time, have I? Oh ja, die had toch een doodstem gekregen. Oh Stefan, I haven't seen you quite some time, have I? I'm surprised you were able to find me here. You are wondering why I'm all the way down here? I'm practicing a new song for the next year's ceremony, and I need privacy! Isn't it fun for everyone I know in advance what song I'll play? What, you could hear my song outside? Really? I thought the sound of the waterfall would drown it out. Perhaps I would play a little bit softly when I practice from now on. Ja, dat zou wel heel erg handig zijn. Maar goed, kijk eens, een windweker. Why? Is that a conductor's baton? A ton? Stefan, are you a maestro? That's incredible! Are you going to conduct for me, Stefan? Nou, misschien. What kind of song is it? I can't wait to hear it. Please conduct. Oh, woef. Oké, even kijken. Wat was het ook weer? Eeny, meeny, miny, deze. Dus dan ga ik heel even weer stil zijn en dan gaan we weer luisteren naar hele muziek. Hij speelt weer niet. Hij speelt niks. Does it
to something like this? Strange, why does it feel I already know this song? Ik zag weer een loop. Boo. Devon. Boo. Ja. This sacred song that I've conducted has awakened me. I now know myself now. I'm the sage of the Wind Temple. Nee. Meen je dat nou? It is my fate to return the power to repel evil to your master sword. And to ease the regrets of my ancestors. Oh, Devon, please. You must take me with you to the Dead Wind Temple. Please do that. Dat maakt zelf wel uit. Dus nu hebben we elkaar hier op ons op de hoofd zitten van de King of Red Lions. Wat leuk! Maar goed, dat wil dus zeggen dat we dus in de volgende aflevering, die maandag zal plaatsvinden, dus zeg maar weer een tempel kunnen gaan doen. Wat heel erg leuk is natuurlijk. Dus, nou, ik weet het. Ik heb vorige week heb ik per ongeluk dus gezegd dat er inderdaad een Halloween video zou komen. En die is er dus helaas niks van gekomen. Toen hebben we gewoon de special geüpload van Moshi Moshi. Oh, sorry daarvoor. Ik heb Slenderman toen opgenomen. Was eigenlijk helemaal niks aan omdat Slenderman een beetje overredend is. Maar morgen ga ik er dus voor zorgen dat we eindelijk dus zeg maar een beetje een horror map te pakken gaan krijgen. Iets in die trend. Dus ja, tenminste daar ga ik wel van uit. Dus laten we hopen dat dat ook inderdaad gaat werken. Zondag komt natuurlijk zoals beloofd de veelbelovende Halloween special video. Waar ik al een tijdje mee bezig ben geweest. Dus laten we hopen dat dat ook gaat komen. Dus zonder enig op onthoud hoop ik jullie dus maandag weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker in HD. Yeah! Waar we dus eindelijk zeg maar naar de laatste tempel van dit spel gaan. Oh, tijd vliegt. We zijn al bijna door deze Let's Play heen. En ik vond dit zelf gebeuren nou net zo leuk worden. Nah. I'm cool. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien morgen dan bij de volgende video. Hopelijk dat er een volgende video plaats gaat vinden. Ik hoop het wel. Dus dank jullie allemaal wel voor het kijken. Heb je een leukste momentje, laat het weten natuurlijk in de reacties. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien. Laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. Dus, met dat. Doei! Yeah!